en ik hebben net genoten van de 200 meter mannenfinale. Helaas Tjarendi geen medaille, maar toch bij de beste 8. Ja, Bolt, gewoon een fenomeen, hoe die weer iedereen eruit loopt. Het werd nog even spannend na de bocht, want Johan Bleek kwam nog dichterbij. Maar toch weer Bolt. Hij er over, hè? Zeker, Jamaica, 1, 2, 3. Push-ups maken, ja. Ging hij nog even een push-up doen, schitterend. En natuurlijk de dames estafette in de serie, beste 8. Dus dat is ook lekker. En morgen hebben ze finale. En ja, je weet maar nooit wat daarin kan gebeuren. Nu 12 augustus, dag voor vertrek. Kijk wat ik hier heb, mooie bronzen plak, heel blij mee. En ja, van de week een drukke week met de ridderzaal en nog huldiging in Epen. Dus heel speciaal wat nu allemaal op me afkomt. Het was echt een fantastisch toernooi hier zo voor mij. Maar ook voor alle andere Nederlanders, iedereen heeft super goed gepresteerd. De ene had misschien wat meer gehoopt dan de ander, maar uiteindelijk heeft iedereen het gewoon super goed gedaan. En mogen lekker weer naar huis. Als Nick en Simon bij me komen, dan trek ik echt aan de noodrem. Die muziek, daar heb ik nog niet al die moeite voor gedaan om het te kwalificeren. Geen berg te hoog om te beklimmen, geen haat te diep om te beminnen. We zullen overwinnen, alles overwinnen. Als de morgen is gekomen. Nou, ik ben weer thuis. Gisteren zijn we aangekomen met de trein in Den Bosch. Het was echt fantastisch om te zien hoeveel mensen daar naar het plein waren gekomen. Ik kreeg er echt kippenvel van en toch ook wel ja, tranen in mijn ogen. Dat ontzettend teleurgesteld ben natuurlijk met mijn resultaat. Maar ja, het is ongelooflijk om te zien hoeveel mensen dan in Nederland zo hebben meegeleefd met de Olympische Spelen en met alle sporters. Niet alleen met de medaillekandidaten. En, ja, dat gaf me een heel warm gevoel, heel goed gevoel. Maar vandaag ga ik mijn koffer uitpakken en ja, alle huldigingen bekijken van Teun. Teun, ik ben ontzettend trots op je. Brons. Ontzettend gaaf om mee te maken allemaal. En verder, ja, ik heb het heel erg leuk gehad met Bas en Teun. En bij deze wens ik Kenny en Tony heel erg veel succes en heel veel plezier. Ik volg jullie op de voet. En voor nu lekker uitrusten. Nou, ik sta trouwens op het punt om lekker te gaan hardlopen, maar dat is toch wel een beetje verslaafd misschien. Nou, iedereen bedankt voor jullie steun en ja, bij de politie. Ik heb ontzettend genoten van alle blogjes en alle video's. Dus nou, dit is voorlopig even de laatste. Goedjes, doei!